In deze vlog gaan we gewoon verder met waar we gebleven waren in vlog 1. Dus als je vlog 1 nog niet hebt gezien van Spanje, moet je die zeker gaan kijken. Het linkje staat in de beschrijving. De planning was om in het beginmiddag al in het hotel te zijn, maar door vertraging met het vliegtuig, omdat er een drukte was op Schiphol en daardoor hadden we de bus gemist en naar het hotel en moesten wachten, kwamen we pas eind van de middag aan in het hotel. Maar we hadden perfect uitzicht en we konden gelijk doorlopen naar het buffet. En daar kom je ook rare dingen tegen, zoals deze clown. Dat kan gewoon tijdens eten. Je hebt niet alleen clownen en hotel eten. Je hebt natuurlijk ook gewoon andere eettenten, zoals deze Jerommeke Eetcafé Jerommeke. Heerlijk eten. En de Delftse Duit geldt hetzelfde. Twee Nederlandse ploegen in hartje Spanje op Malkrat. Maar je kan er Formule 1 kijken, je kan er voetbal kijken, je kan er alles kijken en natuurlijk heerlijk eten. Na het eten lekker natuurlijk een stukje gaan lopen en de omgeving verkennen. En dat deden wij hier, zie je ons hotel nu ingezoomd vanaf het strand. We zaten best wel dicht bij het strand, niet zo ver lopen en je hebt ook lokale supermarkten in de buurt. Dus alles is niet ver te lopen en hier, deze hond lijkt heel erg op mijn hond, dus daar deed ik nou nek. En daardoor miste ik wel mijn hond al. Ze hebben ook achter ons hotel allemaal boerderijen en je ziet het hier allemaal oogstvelden met allemaal groentes en fruit en zo. Zoals rode kool, pinaas en dat soort dingen. Dat verbouwen ze allemaal zelf hier en dat gebeurt allemaal achter ons hotel. Het uitzicht was ook heel erg mooi zoals jullie hier zien in de avond. Je ziet het, dit is geen filter, dit is gewoon de normale gloed. In de avond is het nog mooier met een berg achter ons en het hele mooie water voor ons. En hier, als je nog even boodschap wil doen in de avond, heb je heel mooie zon. En er is ook in het donker best wel verlichting, dus je kan nog heel veel zien op straat. En voor ons zaten we gelijk aan de boulevard. Eenmaal aangekomen in onze hotelkamer, toen zaten we gewoon rustig tv te kijken en opeens hoorden we knallen, we gingen buiten kijken. En in ons hotel naast ons was er iets te vieren blijkbaar, want ze hadden heel veel vuurwerk. We weten nog steeds niet wat er aan de hand was daar. Uiteindelijk kwam de politie ook en toen was het precies toen gestopt. De politie was er pittig snel bij, binnen 2 minuten denk ik. Sneller dan in Nederland, maar ik weet nog steeds niet waar het voor was.